Goed, meneer Van Muiswinkel, ja, het zit er weer aan te komen, hè, de KLM-marathon. Wat is de link met de KLM? KLM is de titelsponsor van ons evenement. Eigenlijk net zoals Curaçao zelf, hè, de Curaçao Tours Board. Het is de KLM Curaçao Marathon. Dus ik heb eigenlijk twee titelsponsors. En voor de rest zijn de overige grote sponsoren de naamsponsors van de afstanden. Dus dat is Cavalier Logistics van de 5 kilometer. HBN LOL is dat van de 10 kilometer. Veniquip is dat van de 21 kilometer, de halve marathon. En KLM is dat van de hele marathon. Ja. Dus KLM is een sponsor van ons, ja. Maar het is vooral waar we druk mee zijn, er zijn natuurlijk alle uitzonderingen. Deelnemers die vragen hebben. Overheid die andere dingen wil vragen voor de vergunning. En zo ben je eigenlijk altijd weer bezig. En dit jaar belde CPA ons op. Want er is tegenwoordig een containerschip die op zondag de haven binnen moet. Nou, en die zei van, joh, we hebben wat meer tijd nodig om dat schip te lossen. Maar jullie houden de haven dicht. Kunnen jullie er wat aan doen? Ze hebben, ja, dat hebben we over nagedacht. We hebben teruggekomen de antwoord. We kunnen het korter doen door de looprichting andersom te doen. Dat betekent dat als nu mensen starten vanaf het Mungrove Beach Resort, dan lopen ze direct richting de Pontjesbrug. En als de laatste loper van de 10 kilometer over de Pontjesbrug is, dan kan die brug geopend worden voor de zeevaart. Dus de hele richting van de marathon is eigenlijk omgedraaid? Dat is correct. Normaal gingen ze altijd eerst zeg maar richting corridor. Dat is nu niet zo. We gaan nu eerst direct door Rifvoort richting Penstraat en dan Sunscape en dan komen we terug. En dat is de nieuwe looprichting voor alle afstanden. Ja. Het is nog een aantal weken. Hè? Is het nog mogelijk om in te schrijven? Ja, maar ik moet zeggen, je moet wel een beetje opschieten. Maximaal 2500 mensen kunnen meedoen. Want we hebben 2500 medailles ingekocht. We zijn nu iets over de 2000 deelnemers. Dus we hebben nog 4 weken te gaan. Nog 500 deelnemers kunnen zich inschrijven. En ik denk dat wij deze week al bijna de 10 kilometer afstand gaan dichtgooien. Omdat daar al de maximum aantal deelnemers op bereikt is. Dus als je mee wil doen, schiet een beetje op. Ga naar klmcuraçaomarathon.com, daar kan je je inschrijven. Hoe zit dat met het soort deelnemers wat meedoet? Nou, dat is wel grappig als je het zegt. Ze komen uit 31 landen. Dus we hebben nu deelnemers uit 31 landen. Die zien in Curaçao hun runcation. Maar natuurlijk ook alle mensen van Curaçao zelf. De jongste deelnemer is 0 jaar. Dus er is een vader en moeder die hebben een baby. En die dachten, die schrijf ik ook alvast in. Dus dan heb je een baby met zo'n grote medaille bij de finish. Maar dat is ook mooi. De oudste is 79 jaar. Man-vrouw verhouding is ongeveer gelijk. En de gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Het is ook iets bedoeld voor het hele gezin. De 5 kilometer op zaterdagmiddag zien we als een recreatieve loop. Daar doen veel gezinnen mee. En ik vind het juist ontzettend leuk dat vader, moeder met kinderen dat meelopen. En dan kan het ook nog zo zijn dat die vader of moeder op zaterdag dus de 5 kilometer met het gezin wandelt. En op zondag loopt diegene dan de 10 kilometer, de halve of de hele. En dat maakt het plaatje ook wel compleet. En het is juist ook de mix tussen de internationale deelnemers en de mensen van Curaçao. Dat verschil in leeftijden, wat samenkomt bij een finish, wat die beleving zo speciaal maakt. Los van het unieke parcours, want dat is het hier in Curaçao.